Autofabrikanten bieden geen fatsoenlijke oplossing tegen relay attack. En dat weten dieven. En het vervelende is, dat er dus ook geen braakschade is. Dus het is ook lastig meetbaar hoe dat het voertuig wordt ontvreemd. Wij zijn Fleet Access. Wij installeren SIM-alarmsystemen voor zowel personenauto's als bedrijfsvoertuigen en ook zware bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens. Wij opereren landelijk en wij doen alles SIM gecertificeerd conform de eisen van de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn sinds dit jaar distributeur geworden van de Keyless Protector. De protector die beschermt de sleutel tegen Relay Attack. Bij Relay Attack wordt de sleutel van het voertuig gekopieerd door een dief door middel van aan de voordeur een apparaatje te plaatsen. En vervolgens het signaal te verlengen richting de auto. En dan kan ook zonder sleutel kan de auto worden geopend. En daarvoor hebben wij een oplossing gemaakt. Men kan het in principe zelf installeren. Het is een perfecte toevoeging op het huidige alarmsysteem. Het is een soort clip die rondom de batterij van de originele sleutel komt. En vervolgens schakelt de sleutel na 3 minuten automatisch uit. En met dat de sleutel dus uitschakelt, is hij dus niet meer bereikbaar voor een dief die probeert hem via Relay Attack mee te nemen. Zodra de sleutel weer opgepakt wordt, is het voertuig gewoon weer normaal te gebruiken. En kan men gewoon weer de auto gebruiken zoals ze dat normaal ook doen. Beveiliging is natuurlijk een dynamisch iets. Dieven die proberen continu nieuwe methodes te bedenken om uiteindelijk een nieuwe methode van diefstal te lanceren. Momenteel is dat Relay Attack, maar wellicht in de toekomst gaat dat op een andere manier gebeuren. Het is een kat-en-muisspel. Er zal altijd een oplossing bedacht worden om uiteindelijk ook weer een oplossing te bedenken om daar weer omheen te komen. Wij testen continu nieuwe soorten producten. We proberen maximale beveiliging te halen door ook een stukje maatwerk te leveren aan klanten. Dus als klanten specifieke problemen hebben, proberen we mee te denken in oplossingen, waaronder Keyless Protector er eentje van is. Maar wij zullen zeker de komende jaren niet stil blijven zitten en ons continu blijven ontwikkelen op het gebied van technologie en de laatste diefstalmethodes.